Geruchten doen de ronde dat de regering rond het eind van het jaar een totale lockdown zal toepassen in het kader van het COVID-19 gebeuren. Dit berust niet op waarheid. De communicatiedienst Suriname sprak hierover met minister Ammar Ramadin van Volksgezondheid. De bewindsman reageert als volgt. Nou, laat mij allereerst zeggen dat de brief waarover gesproken wordt, wij daar geen kennis over dragen. Allereerst moet ik dat dus bestempelen als ze zijn fake. Wat wij wel hebben, en dat is dat wij twee wekelijks als regering de situatie met betrekking tot de COVID-ontwikkelingen in Suriname blijven volgen. En ook daarbij de toespraak doen en de maatregelen aankondigen daarbij. Wat wij als in gedachten hebben is dat de maatregelen gebaseerd zijn op basis van de ontwikkelingen in Suriname. Dus de trend met betrekking tot COVID wordt goed gevolgd. En we hebben sinds een hele poos al geen total lockdown gehad. Simpelweg met het feit dat Suriname het heel goed doet met betrekking tot COVID. Het gaat heel goed, de situatie is onder controle. Er is op dit moment geen reden om te twijfelen aan de situatie. Er is geen reden ook om direct over te gaan tot de totale lockdown. Dat zou zeer destabiliserend werken voor de ontwikkeling in Suriname. Ik mag hierbij bevestigen dat het outbreak management team elke twee weken bij elkaar komt om een advies te geven aan de minister. En vooralsnog zijn er geen indicaties voor een lockdown. Wat we wel in de gaten houden is de wekelijkse trend. Als mag blijken dat tot en met name bij kerst de situatie in Suriname gaat verergeren, dat hebben we ook keer op keer gesteld, dan zal er wel reden zijn om enigszins de maatregelen aan te passen. Maar tot een totale lockdown, daar kan ik de samenleving garanderen dat dat voorlopig absoluut geen sprake van is. Dus al de berichten en de geruchten, ik heb ze ook gehoord, ik krijg ze ook via de app. De regering wordt ook continu geconfronteerd met dit soort berichten. Moet ik zeggen dat vooralsnog als fake wordt bestempeld en er alleen maar zorgt voor onrust. Ik kan de samenleving garanderen. En vragen en verzoeken, houdt u zich aan de maatregelen, want dat zal alleen leiden tot een goede controle van de situatie. We hebben het vooralsnog onder controle, de samenleving is steeds weer betrokken erbij, wordt steeds gecomplimenteerd. En als u zich blijft houden aan de maatregelen, kunt u ook de kerstdagen en het oudjaar op een waardige en goede manier afsluiten. Dus bij deze benadruk en bevestig ik dat er absoluut geen sprake is vanuit de regering voor een totale lockdown, omdat er enorm veel ruis wordt veroorzaakt hierdoor en ik dit wil ontkrachten.